wat er vooraf ging in The Evil Within. Oh, dit is weer de werkelijkheid. Mooi zo. En hier zit, ligt alweer bloed. Holy fuck. Oeh, zo. Die rent hem af. Ga weg jij. Yeah. Oh, in zijn schedel. Wat gebeurt er? Oeh. Ah. Kom op. Nee. Oh, shit, jongens. Detective stunt mannetje Vincent. Een boot. Oh. Hoe kan ik aan die kogel komen? Hoe kan dat? Ik heb ineens een kogel. Holy crap. Ja jongens. Jullie kunnen niet zwemmen, hè? Dat je A en je B diploma moeten halen. En je borstkool en alles. Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Chapter 3. Gaan we mee verder naar The Evil Within. Deze spannende horror game die jullie hopelijk volgen op mijn kanaal. Loading. Claws of the Horde. Horde. Klauwen van de Horde. Dat klinkt echt niet fijn. Waar zijn we geëindigd vorige keer? In het water, want die stoetparade van zombies kwam achter ons aan. Dat weet ik nog wel. En we zitten nu in een vijver. En zoals jullie weten is The Evil Within natuurlijk net een grote film waar we in zitten. Het is natuurlijk heel apart dat het widescreen idee onder mij eigenlijk wordt tentoongesteld aan jullie. En het is een beetje een kruising tussen een avontuurgame. Ik voel me wel een beetje een soort Indiana Jones af en toe. Dus ik heb een beetje ver gezocht. En ik voel me ook wel een beetje een detective, want dat ben ik namelijk ook. En zijn we niet geëindigd? Oh, spannend. Claws of the Horde. Oeh, het klinkt echt heel duister, maar dat is deze game ook. Hier zie ik een bootje. Kunnen we daar wat in doen? Hallo meneer bootje. Ik mag niet eens aan boord. Stuurboord, bakboord. Maar hier vinden we wel een stukje brain points. We hebben de 1500. Dat betekent dat onze hersenen kunnen upgraden. Wow, en deze dozen kunnen kapot slaan. Kijk, het nadeel van die widescreen vind ik wel dat je natuurlijk wat minder zicht hebt. Maar dat maakt het wel spannend. Kijk, je moet natuurlijk wel van iets negatiefs moet je iets positiefs verzinnen. Het negatief is dat je natuurlijk weinig zicht hebt, maar het maakt het wel scary. We hebben in ieder geval wel kogels. En het zijn er ook maar 3. Dat is heel triest. Oh shit, begint het nu al in het begin van het level? Ik heb er gewoon geen trek in. Oh, kunnen we niet hier alsjeblieft? Laat me hier naartoe. God, ik vertrouw het niet. Waar zit die vent? Kan ik hier... Waar? Met B kan ik het aansteken? Oh... Oké, ja, ik snap het. Lijken verbranden we. En daardoor kunnen we hier er doorheen. Want die lijken hadden zich opgestapeld. Waardoor wij niet de trap omhoog konden gaan. Maar er was net een oog aanwezig. En waar is dat oog nu? Oh, shit. Hebben we ook te maken met geesten, mensen? Ik weet het niet. Maar ik ga me nu wel een beetje afvragen. Is dat wel... Heeft het spel ook met geesten te maken? We zitten toch weer in een soort van stadje. Oh, het is ingestort. Ik dacht er kwam wat achter me aan of zo. En dit keer speel ik de game overdag. Dat zien jullie ook aan mijn facecam. Ik heb geen creepy klein lampje aanstaan onder mijn snoet. Het is ook natuurlijk wel heel apart deze game, omdat je niet weet waar je naartoe moet. Oh shit, moet ik dit lijk serieus aansteken? Leeft het nog? Ik kan het wel verbranden. Ik weet niet of het nodig is, aangezien ik wel mijn lucifers wil houden. Voor die andere... nichtenkoppen. Ik vertrouw het niet dat het zo stil is hier. Ik kan overal naar binnen. Huisjes zijn geopend. Het is toch wel een beetje een open wereld, dit spel. En dat vind ik eigenlijk wel heel vet. En ik durf eigenlijk niet keihard te rennen, maar we doen het gewoon. Oh, gekraak. Wat ligt hier nou? Oh, mijn hakbel. Die ga ik gebruiken. Net op tijd. Dit is een bom. Disarming bombs. Nou, dit heb ik al eigenlijk... Weet ik hoe dit moet. Je moet gewoon op het juiste moment op de A-toets drukken. En dat is namelijk op die toets. Huppakee. En dat heb ik in één keer goed gedaan. Dat zal wat zijn, hè. Dat ik het gewoon... Eerst keer als ik jullie wil laten zien dat ik het verpest. En ik heb hier 4 kogels erbij. Dit is heel goed. Ik heb een hakbel. En ongeveer 6, 7 kogels.
Wat hebben we hier? Nog meer spullen die we kunnen verzamelen? Nee. Ja, torches. We kunnen ook dit lijk verbranden. Vooruit. We gaan naar boven hier. Wat kunnen wij boven vinden? En aantreffen. Ik zie een kaars staan. Maar wie heeft die kaars aangestoken? Ik ben een detective. Hè? Ik moet zulke dingen onderzoeken. Wie heeft die kaars aangedaan? Waarom is deze kamerdeur open? Waarom brandt die licht? En waar komt dat licht vandaan? Waarom gaat de muziek harder? Het zijn vragen die ik wil een antwoord hebben. Op deze vragen. Oh, dit is zo creepy. Waarom bevind ik me nu in deze situatie? Waarom altijd in die binarde klote situaties? Ik heb er niet om gevraagd. Oké, we moeten hem achtervolgen. Ik wil dat eigenlijk niet, want ik wil eigenlijk kijken wat hij hier allemaal heeft. Nou, hij heeft geen dingen die ik kan looten. Ik achtervolg hem maar gewoon. Oh! Ik had geen herrie moeten maken en ik deed het toch. Oh, gaaf joh. Toch een beetje first person erin gedaan. Oh, het is gewoon een hele gekke stad geworden of zo. Er zijn te veel om onze weg te schieten. One of us could try to lure them away while the other gets the gate open. You're the one with the gun. Ja, meen je dit? If you say so. Hij zegt zo, één iemand moet die zombies weglokken en de ander moet die gate, dat ding openen. Maar ja, hij zegt, jij bent degene met het wapen. Ja, zo ken ik er nog wel een. Maar waarschijnlijk gaat het om dit ding. Kijk. There is a crank on the terrace. Moeten we ze serieus lokken hierin? Ja, ik ben hier geen voorstander van, maar... Och. Wat? Over hier! Hier! Over hier? Oh! Over hier! That's right, this way! Oh, hij gaat ze lokken. Hij zei, ik ben het wapen, ik moet het doen. That old guy is gonna get himself killed. Oeh, oh shit. Gaat hij me zien? Die zombie gaat me niet zien. Hij gaat me niet zien. Weg jij, weg jij. Hij staat in de fik. Hij staat in de fik. Ik wil weg. Waarom kan ik niet weg? Oké, ik ga hem schieten. Ik ga hem schieten. Ik ga hem schieten. Oh, twee. Hoe komen twee om af? Hij heeft een wapen bij zich. Wegwezen. Waarom kan ik niet redden? Waarom kan ik niet redden? Oh shit, wegrennen. Nee, fuck jullie. Fuck jullie, ga maar af. Maakt niet uit, maakt niet uit. Oeh, dat maakt er wel uit. Avoiding bombs, ik weet het. Maar ik zit in een hele benauwde situatie, mensen. Jullie weten niet wat mijn hartje nu doorstaat. Zit er achter. Waar moet ik heen? Oh, man. Ik ben in een hele benauwde situatie hier. Ik wil door de spiegel heen nu. Alsjeblieft, laat me door de spiegel heen. Kom op. Nee, niet, dan komen ze naar binnen. Nee, kom naar binnen. Kom op, nee! Weg hier! Ik heb geen kogels meer! Wat? Oh, dat ging niet zo goed. Oké. Let op. Ik hoor echt een monster en het klinkt echt net als die vent met die kettingzaag vorige keer. We zitten hier binnen. Oh, ik hoor het geluid zo hard in één keer hier, hè. Oh, ik hoor het nu nog beter, het geluid. Het is hier. Durf ik hier naar boven? Wil ik hier naar boven? Het geluid klinkt nu helder en zuiverder. Waar is het? Het klinkt zo eng. Zal ik hier gewoon naar binnen gaan? Ik denk dat we gewoon een YOLO moeten doen. Van die vent zit hier gewoon binnenin, maar we gaan het gewoon opzoeken, het gevaar. En misschien moet ik ook wel hierheen. Oh, ik zie wat bewegen. Ik hoor hem wel. Voel. Ik heb het gevoel dat die vent hier in de buurt zit. En dan denk ik hier beneden. Oh. Oeh, net op tijd, jongens. Kunnen we hier naar boven, denken jullie? Kunnen we het op het dak? Moeten we op het dak? Oh, dat is niet gezond voor je lichaam, dit. Ik ben gisteren ook van Walibi Fright Nights gekomen. Dus dit zou wel heel mooi in mijn straatje passen, inderdaad. Deze game. Het zou heel mooi samensmelten, namelijk. Ik
ga daarachter nog even kijken. Ik ga even een sprintje trekken, dat is niet verstandig. Aangezien daar in de buurt wel een monster zit. Maar we moeten wel een beetje opschieten. Ik wil verder komen. Ik heb kogels. Ik heb nog meer kogels. Kijk, dit is heel fijn. Zulke dingen zijn gewoon fijn. Kogeltjes en alles. Ik ga hier naar boven. En ik hoor... Oh, daar zit die vent. Oh, hij zit daar vast aan de kettingen, joh. Oh, en wat vinden we hier? Een heilig beeldje? Moeten we echt niks doen met dat heilige beeldje? Oh, holy crap. Een sleutel. Ik had dat heilige beeldje moeten kapotmaken toen ik hem voor het eerst zag. Dat heb ik dus niet gedaan. En nu heb ik de sleutel gemist. Holy crap, wat kunnen we met die sleutel doen? Ja, een kist open natuurlijk die op slot zit. Logisch, maar... Holy crap. Wie zou een sleutel bewaren in een heilig Maria beeldje? Dit is verdacht. Dit is weer detective baantje zaken. Oh! Oh! Dat is niet goed. Ik heb hem losgeschoten. Was dit de bedoeling? Oh, hij pakt zijn kettingzaag. Nee. Nee. Nee, ik heb hem losgemaakt. Hij komt naar deze kant toe. Hij komt naar mij toe. Nee, er komen nog meer zombies. Ik kan hier niet meer weg. Oh, ik kom er niet meer weg. Waar moet ik heen? Ik moet naar boven. Er komen zombies overal. Ik kom niet meer verder. Waar moet ik heen? Oh, dit gaat niet, jongens. Ik ga dood. Nee, ik ga hier ontsnappen. Kom op. Oké. Oh, holy crap. Waar moet ik heen, jongens? Help me alsjeblieft. Jullie helpen me niet. Irritant dit. Help me alsjeblieft. Waar moet ik heen? Oh, rustig blijven. Dat is het beste. Waar moeten we heen? Oh, er komen zombies hierheen. Hoppakee. Weg, jongens. Hoppakee. Er komen heel veel zombies hierheen. En ik ga dood, waarschijnlijk. Want dit is niet de bedoeling. Dit is zeker niet de bedoeling. We kunnen nergens heen. Ik zit vast. En ik ga waarschijnlijk dood. Omdat ik niet verder kan. En ik ben dood. What the fuck is dit? Wat? Oké, dit is een bug in de game. Zie ik. Mijn eerste bug die ik heb gevonden. Yeah. Ik kan... Weet je wat ik ook gewoon kan doen? Oeh! Oh. Oh shit, waarom? Waarom? Er zit elke keer wat tegen in deze game. Oh shit. Oh, er komt iets. Eindelijk. Er komt iets. Oh, wat smerig. Oh, wat smerig. Ik wil die hakbal van hem. Sowieso. Oh, shit. Ze zijn met z'n tweeën. Gaan ze elkaar aanvallen? Waarom doen ze het niet? Waarom vallen ze elkaar niet aan? Wat brengt hun hier? Hoe heeft dit hun gemaakt? Het zijn gewoon mensen. Waarom kroelen ze niet? Ik kom weer mijn kant op. En kijk die ogen ook. Ze gloeien helemaal. Hij zoekt ons. Hij ruikt gewoon dat we er zijn. YOLO. Nobody fucks with me. Hij zag me. Zag je met mijn vrouw? Hè? Wat wil je dan doen? Hè? Wat wil je doen? Mevrouwtje? Hè? Zo. Probeer nu maar eens aan te vallen. Hè? Kom maar op. Schiet je mis. Ik schiet je weer raak. Niet mis. Waarom schiet ik zo mis, jongens? Kom op! Ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik kan die vent wel laten ontsnappen. Die vent met zijn... Kan ik het spel opslaan? Nee. Ik kan alleen naar archief kijken. Oké, we zijn weer verder gekomen en ik schrok me net. Er viel een lijk naar beneden van deze hoge toren af. En net voor me. Dus het was even van... Holy crap. Maar we gaan hier dus die vuurtoren in... Wat is het? Een vuurtoren? Uitkijktoren lijkt het meer.
even meekijken. Hier zijn we wel alleen. Kunnen we hier wat meer vinden? Ik zie hier een soort van... Wat is het eigenlijk? Wat heb ik? Een flashbolt. Oké. Een soort van granaatachtig idee. Wat zit hier? Hier hebben we spulletjes om... Weet ik veel. Kunnen we dingen... En we hebben brainpoints. Hoeveel zijn het er? 1000? Zo, dat is wel lekker gevonden hier. Kunnen we hier nog wat vinden? Mooi uitzicht. Ja, ik zie hier wel wat monsters. Ik zie daar wel iemand staan, een monster. Is er iemand beneden? Er hangt iemand op daar. Nee, ik zie helemaal niks. We kunnen hier gewoon naar beneden. Zo. Ik kijk wel even om me heen. Of er niks aankomt. Ik hoor wel monsters, maar die hoor ik voortdurend om me heen. En ik weet niet of we die moeten uitschakelen of zo. Ik weet helemaal niks. Ik weet niet waar we naartoe moeten. Ik weet dat die professor natuurlijk die monster heeft gelokt. En voor de rest weet ik helemaal niks. Daar staat er een. En als het goed is, staat hij alleen maar... Oh, wat is dit? Komen ze? Oh, crap. Schietende mensen. Waar moet ik heen? Holy crap. Oh, dus iemand met een wapen staat erboven. Kijk nou joh. Crap, die schiet mij gewoon, hè. Ik kan hem gaan schieten vanaf deze afstand. Maar ik weet niet wat er dan gaat gebeuren. Zal ik eens proberen? Ik denk niet dat die gaat lukken, hoor. Nee, gaat niet lukken. Nee. Moet ik die vent serieus loslaten? Ik weet het niet. Ik durf het niet. Kunnen we hierheen? We kunnen hier ook heen vluchten. En wat ligt hier? Een berenklauw en een kist. En ik heb natuurlijk een sleutel. Ik weet niet of ik die sleutel weer moet halen van boven. Maar dat zou heel mooi zijn, want dan kan ik deze kist openen. Ja, die hebben we nu. Opening chest. Hey. Zit erin? Oh, een valstrik, jongens. Maar er zit wel iets in. Oh, explosive bolts. Dat is even fijn. Damn, dus er overal kunnen valkuilen zijn. In tonnetjes, maar ook gewoon in van die kisten. Nou, een beetje jammer dit. Ik ga er wel aan de achterkant lopen. Oh, shit. Shit, jongens. Ja. Ik wil het liefst nou even exploding bolts vinden. Oh, shit. Hoppakee. Fuck jullie. Waarom hebben jullie zoveel kogels nodig? Verrekte koekwauwzen. Burn. 1 kogel nog maar. Ik moet die explosives ergens neerzetten, hoor. Deze zetten we op. Equip, kunnen we die ergens neerzetten? Nee, die kunnen we nergens op inzetten. Die wel. Dit zijn gewoon explosives. Wat is dit? Explosive bolt. Ik heb wel het gevoel dat we hier naartoe moeten, maar we hebben 1 kogel en die vent daar met dat wapen staat bovenop. Daar hebben we dus maar 1 kogel voor. Nou, dat is dus niet slim. Dat is echt heel stom. Dat is het stomste wat je kan doen. Wat staat hier? Hier staat ook nog spul. En er staat daar met dat... Is dat hem daar? Nee, dat is iemand anders. Maar die kunnen we wel raken. Die kan ik wel vermoorden met een stealth kill. Fucking gaan pakken, want die man doet niks. Hoppakee. En ik heb een checkpoint. Dat is heel positief. Dat is heel fijn. Een checkpoint, dankjewel. Oh, jongens. Waar zit ik in? Welke nest bevind ik me in? Chapter 3, ongelooflijk. Wat echt pittig dit. Daar zie ik brains. Maar kan ik daar zomaar naartoe lopen zonder problemen? Ja. Oeh! Wegwezen. Komt er doorheen? Wat komt er doorheen? Komt er iets doorheen? Of niet? Is het niks? Is het gewoon helemaal niks? Springt het glas gewoon uit het niets? Ik heb ook 1 kogel maar, hè? Dit is echt heel triest. En ik kan niet zoveel met 1 kogel.
YOLO, je mag best gaan lopen. YOLO, waarom zit ik vast? Ik zit vast in game. Ik zat net vast, waarom zit ik vast in game? Zeg maar, waarom? En hij is zeg maar een lul, want hij moet dood en zo. En nu heb ik mijn laatste kogel verspeeld. En dat was niet goed. En nou ben ik dood, waarschijnlijk. Want er komen heel veel mensen op me af. En nu zit ik helemaal vast. En nou ga ik een soort van dood, mensen. Ik weet niet wat ik heb gedaan en hoe ik dit moet oplossen. Maar er zitten heel veel mensen achter me aan. Ik probeer nu gewoon een antwoord te vinden op mijn vraag. Hoe komen we verder? How am I supposed to open this? Hoe krijg ik dit open? Oh, dit is een puzzel. Mensen, ik stop de video voor deze keer. Het wordt een beetje een rommeltje voor mezelf. Wow, dit is pittig. Bedankt voor het kijken, mensen. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. En tot de volgende keer in de nieuwe Evil Within. Later!